Hey allemaal, mijn naam is Wout. Ik ben de social sommelier en volg me vooral op Instagram voor allerlei tips voor de lekkerste wijnen, betaalbare wijnen te koop op de hoek van de straat. Vandaag speciaal voor wijnspecialist.nl proef ik deze rosé, afkomstig uit Valencia, een Spaanse stad. En ik heb het geluk dat ik een tijd geleden een bezoek heb mogen brengen aan deze prachtige stad, omringd door heel veel wijngaarden. Het is sowieso een prachtige omgeving, maar de stad zelf ademt wijn. Supergoeie restaurants, barretjes, grote pleinen waar je aan zo'n wijnton, zo'n wijnvat zit op een barkruk, waarbij je allerlei gedroogde hammetjes, kaasjes, kleine hapjes kunt bestellen en altijd vergezeld door een heerlijke wijn daar uit de buurt. Nou, de Virusé heeft een mooi verhaal. Twee Nederlandse vrienden die een passie delen voor wijn. Hebben met de beste wijnmakers uit de buurt van Valencia deze rosé ontwikkeld en onder hun eigen naam, onder hun eigen merk op de markt gebracht. De Virusé. En de V staat voor Valencia, of zoals de Spanjaarden zeggen, Valencia. En het is in de vorm van een vleermuis. En de vleermuis is daar het symbool voor geluk en voor voorspoed. Nou, dan gaan we hem proeven. De rosé is gemaakt van bobal. Bobal is een Spaanse druif. Wordt ook veel rode wijn van gemaakt, maar je kunt er dus ook roséwijn van maken. Nou, hij heeft een prachtige zalmroze kleur. Een hele aantrekkelijke kleur. Ik krijg echt zin in dit glas met rosé. Ja, in de neus veel rood fruit. Hele opwekkende aromatische geur. En hij heeft ook iets bloemigs in zich. Ja, een hele volle, fruitige rosé met ook wat stevige zuren erin. Dat maakt hem lekker fris. Hij is heel sappig, hij is heel erg opwekkend en hij heeft een hele mooie lange afdronk. Nou, je kunt deze prima serveren gewoon als borrel, als aperitief. Maar je kunt er ook zeker wat bij eten. Bijvoorbeeld lichte gerechten, zomerse gerechten, een mooie Spaanse paella. En waar ik deze rosé, die toch ook best droog is, ook altijd heel mooi bij vind, zijn Indonesische hapjes of Aziatische hapjes. Iets wat pittigheid in zich heeft. Dat kan deze rosé zeker hebben. Ik zou zeggen, dwing de zomer maar een beetje af en geniet van deze heerlijke rosé uit Valencia. Proost!